Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe serie, namelijk Resident Evil 6. Of Biohazard 6, zoals die ook op Steam staat blijkbaar. De Fresh Files heet ook BH6 in plaats van RE6. Dus het is meer Biohazard dan Resident Evil volgens mij, volgens Capcom zelf. Het is een zombie-achtige game met weird-ass monsters en van alles en nog wat. Third-person shooter. Het is wel een vette game. Ik heb het geluid nu een beetje aangepast nog in Windows. Omdat ik moet eerst mijn settings aanvullen of invullen. Dan moet ik de brightness aangeven. En dan begint hij met de video. Die gaat over in gameplay. En dan na de gameplay dan kun je op een gegeven moment je settings veranderen. Je sound settings. Die had ik ook al veranderd. Toen ik hem afgesloten. Ik denk, nou, die settings staan goed. Dan begin ik nou opnieuw voor het opnemen. Maar nee. Dat vond u niet zo grappig. En dan moest ik dus alles weer overnieuw doen. Dus we gaan gewoon, ja, alles overnieuw doen. Voor extra donker gevoel om het creepy te maken. Zet de brightness op 15. Nou, video gaat beginnen. En dan zet ik zo meteen het geluid even zacht in de game weer. Ga ik even alt tab, zet ik Windows weer harder. En dan staat het geluid perfect. Want zoals nu zal het net iets te zacht zijn. Of te hard. Eén van de twee, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb niet zo'n hele goede soundcheck nu gedaan. Maar de video begint, dus ik zal me heel even stil houden. Daar was nog eens een welkom, of niet dan? We're here, lief diertje. En dan kaboom, opeens, heel onverwachts. Dat zijn geen lieve mensen in die helikopter. Die maaien iedereen neer. Ons niet. Terwijl ze naar alle kanten van de wereld hebben, maar vond ik natuurlijk wel apart. Dan nog schieten ze ons niet dood. De schaduwen die flikkeren af en toe, ik kan er niks aan doen. We kunnen rondkijken. Kijk, maar nou is het dus van video in dings gegaan. Er zitten veel quicktime events in ook. Liever to Otto. Otto! De, wat is dat? Colombian Hospital. Stond dat nou? Oh. Run, Leon. Die gast heet namelijk Leon. Leon. Waar wij mee spelen. Die gast. Dat is Leon. Leon. Badass dude. Sowieso. En. Voilà. Daar hebben we het optiesmenu. En wat al vet is. Zij zitten in animatie. Je kunt gewoon in het menu. Dus je staat niet stil. Het is niet op pauze. Dus. Aan de ene kant is het vet. Aan de andere kant is het een beetje kut. Maar. Game settings, je kunt heel veel aanpassen eigenlijk. Je kunt zijn gun wielding aanpassen, dus targeting reticule, auto reload aan of uit en dominant hand, dus welke hand hij het of algemeen gaat gebruiken voor zijn pistool, links of rechts. En ja, maar meer van zulke dingen. De camera settings kun je veranderen. Het is best wel uitgebreid qua dat. Hier hebben we dus de sound settings. Die ga ik even aanpassen en dan ben ik er zo weer. Met in-game geluid aangepast. Oké, dat staat nu goed. Ja, verder, je hebt nog meer game settings natuurlijk. Subtitles. Aan. Yep. Dus die staan nu aan. Daar heb ik geen last van. Nou, HUD position. Je kunt echt van alles aanpassen. Dat is chill.
Maar dat is allemaal voor de consoles en dit is puur voor de PC de extra bijgezet. Dat je de graphics kunt veranderen. Nou, je staat op het hoogste en de keyboard controls. Dus ja, dat is de game een beetje. Het ziet er een beetje grauw uit. Er komen veel, als het goed is wel een beetje scary dingen in. Veel zombies, veel gevecht, geschoten. Nee, dat is geen Nederlands woord. Veel geschiet en gevecht en gedoe. Just go. Zo heel vet. Er zit normaal ook wel een goede story in. Dus ja. Het belooft wel een leuke serie te worden, hopelijk. Je kunt het ook co-op spelen als het goed is. Er zit een co-op story in, maar ook een solo story. En volgens mij is dit de co-op story normaal, maar... Ik, serieus, als je de game opstart, dan kom je echt waar ik net was. Wat je zag van Resident Evil, press any key. Naar de settings en niks. Dus je kunt nou nog niet gelijk een co-op starten. Maar er is dus een singleplayer story en een co-op story. En de singleplayer story is normaal die van Ada Wong. Die ook in de film zit, Resident Evil films. Ik denk dat de meeste mensen die wel kennen. Dus ja, ik weet het nog niet hoe en wat. Misschien dat we de co-op story nou aan het doen zijn, denk het wel. Want het is niet Ada Wong, het is Leon. Maar... Ik kom vanzelf wel achter. We gaan deze deur openbreken met een pijp, buis, ding. En quicktime! Oh, fucking badass. Oh, quicktime! Oh, dit is wel een leukere quicktime op zich. Het is makkelijker, je weet precies wat je moet doen en waar je het moet doen. Het is makkelijker dan de hele tijd dat button mashen. Want de ene keer moet je hard mashen, de andere keer moet je rhythm mashen. Het is elke keer anders, dat is echt fucked up. Maar dit is veel handiger, dus dat is nog niet zo slecht. Daar hebben we de helikopter weer. Kijk, en... Oeh, een hele bende bloed. Daar is iemand heel erg ongesteld geweest. Ben jij ongesteld geweest, man in witte tanktop? Man in witte tanktop ook, hè? Dat is toch een man? Ja. We're almost through this. Bijna. Oh, kijk. Die gast was wel redelijk goed geëquipt. En wat nou het fucked up is, want dit heb ik dus met de soundcheck ook al even gedaan. Hier was ik dan iets verder ben ik gebleven. Nadat ik een plantje heb opgepakt. Maar ik doe nou S. Want er staat wel move en look around. Move is niet, ook al doe je S, dus van achteruit lopen, naar links of rechts. Hij loopt gewoon in een vast patroon, zoals nu nog. Omdat het allemaal prologue is natuurlijk. Het is allemaal voor de game aan eigenlijk. Dus ja, dat. Maar ik vond het wel een beetje stom eigenlijk. Doe dan gewoon alleen W. Maar je kunt echt elke toets gebruiken om exact hetzelfde te doen. Dat is een beetje zinloos. Zoals hier flikkeren de tekstjes ook bij mij. We hebben de shadows. Ik kan er weinig aan doen. Misschien komt door SLE. Geen idee. Want daar leren we wel mee leven. De game draait makkelijk op 120 fps. Ik kan hem ook gaan recorden. Oké, een plantje. Plantjes helium. Is game herbs, werk ze mee. Je hebt rode plantjes, groene plantjes. Mix je die met elkaar, dan heb je volgens mij full health. Of de health volgens mij. Een groen plantje is de kwad of zo. Rood met groen gemixt is de helft. En twee rode, dat is volledig. Ik dacht dat het zoiets was. Maar het is al lang geleden dat ik Resident Evil heb gespeeld. En dat was ook nog Resident Evil 4, want Resident Evil 5 valt een beetje tegen. Helena is die chick. Ja. Niet liggen. Eentje. Die pak je. De game ziet er wel heel mooi uit trouwens. Dat wel. Ziet er nog wel goed uit. Ook. Zoals je kijkt. Het is een minor detail misschien. Maar de wapenholster wat hij allemaal heeft. Het tuigje. Je ziet ook echt dat er iets meer diepte in zit dan zijn pakje. Het is niet gewoon een platte tekstje erop geplakt. Nee, het heeft een andere belichting. En gewoon die kleine details. Dat maakt het wel beter. Kijk. Select herbs to mix. Zie. Dan moet je hier mixen. Dus je kunt mixen. Ik weet niet meer wat. En verwijderen. En die willen we mixen hiermee. Dus dan hebben we green plus green. En dan kunnen we die weggeven. Normaal. Place in tablet case. Oké. Hold on, Helena. Kijk, je kunt een ander healen. Zij kunnen jou ook healen. Je co-partner. Maar je kunt ook wapens gaan geven of ammo. Of... Zo kun je alles een beetje share echt met je co-partner. Wat nou nog een AI is, maar. Behind you.
Oh, crap. Goeiemooie. Ik kwam even kijken hoe het met de zieke, de gewonden gaat. Het zijn niet echt per se zombies trouwens, het zijn weird ass zombies met rare tentakelachtige dingen in zich enzovoort. Oké, voordat de tijd... Die quicktime dingen zijn nog wel leuk, dat moet ik even toegeven, dat is nog wel te doen. Fuck. Ik was bijna te vroeg ook. Sterven, zombie. Is wel lekker bloederig ook, die game. Schiet ik echt gewoon een stuk van een hersenpan af, zoals je net zag. Er vliegen gewoon stukjes hersenen weg, dus dat... Het is wel nice. Nope, inderdaad. En onze kogels zijn op. Daar kunnen we haar nog niet healen. Nou gaan we eindelijk healen. How do you feel? I think I'm gonna be okay. Oh. Thank you. Geen enkel probleem. Leon, what are you doing? You need to get out of there now. Ja. We're heading to the quad tower. What? No, it's too dangerous. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. All right. Mooi, we hebben weer kogels. Kogels zijn schaars trouwens, dus... Nou, of schaars, ja. Redelijk schaars. Dus... Leef jij nog steeds? Are you serious? Display route guide. Oh, dat is nieuw. Op die manier. Oh, jij zit te kreunen als een zombie. Fucking hell. Ligt er nog iets? Nee. Oké, dus nu is het echt gewoon de game, de game. Zeg maar. Hij heeft toch apart haar. Beetje goudlokjes haar. Geef ik ze maar aan daarin. Het is op zich een chill ding. Display route guide. Kun ik rennen? Maar oh fuck. Wat is nou het probleem? Hallo. Dat was een aardbeving. Vast niet. Oh. Weet niet wat achter deze deur zit. Wat zit er achter deur nummer 1? Oh, fuck. Heel veel, maar dan ook heel veel zombies. Echt heel veel. En daar hebben we die torens, dat zijn de guard towers waar hij heen wou. Yes, just keep moving in that direction. Aha. You serious? Yay, zombie power. Oh. Nee, misschien wil ik al gewoon... Oh, fuck. Oh ja, dat was hem. Fuck jou. Hey, blijf van mij af. Kun je namelijk trappen en slaan en alles en nog wat doen. Fuck jou. Ik zag hier namelijk ammo liggen, inderdaad. Kom jij er nog mee, hè? Langzame bliksem. Kom eens hier. Hey. Daar ben ik niet van gezien. Komt maar. Wow! Hier, combo breaker! Hey. Beetje, oh fuck. Dit is een beetje een drukke bedoeling. Aha, goed gezien, Leon. Mooi, shotgun shells. Auw, we worden een beetje genakt hier. Oké, fuck dit. Reloaden. Staff! Zoveel fucking ammo wat hier dropt. Mooi. Ik moet eigenlijk healen, maar ik heb dus niet meer wat. Ofwel, Herb Green. Kan ik dat ook opeten? Ik weet niet wat ik nou heb gedaan eigenlijk. Hoe de fuck heal ik mezelf ook weer? Dat is lang geleden. Hoe switch ik ook weer tussen wapens en shit? Ah, hier, 1. 1 is healen. Blijkbaar. Hey, jij blijft van die bus af. Die laser sight is echt
apart. Die beweegt ook echt hier de dot. Oh, fuck. Oh, crap. We hebben het overleefd. Daar ging een straaljager. Oh, en daar ging een stuk van de brug. Run. Waarom run? Oh, daarom run. En rap een beetje. Hoe rennen we? Oh, dash. Oh, fuck. Oh, fuck. Dat is heel veel auto's en bussen en een stuk vliegtuig, kan ik ook nog legit zeggen deze keer. Hey, kijk, een helikopter. Dat is niet positief. Oh jawel, het is wel positief blijkbaar. Rennen, 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 rennen. Klimmen. Sneller klimmen. Dude. Aan de kant. Move it. Fucking hell, spring sneller, jongen. Leon, lamme draak. Waarom wacht zij? Waarom spring je niet? Oh, fuck. Oh, ik moest iets dashen blijkbaar. Continue, yes. Oeps. Oepsie daisy. Dat ging nog niet zo goed. Ja, I know. Checkpoint ook echt zo'n mooie ding is erin, zo'n punaise. Maar volgens mij na dit, dat je met de helikopter wordt meegenomen, daarna is het pas echt het begin van de game en dan kun je co-op spelen. Meende ik toch? Maar die game is nu pas uit op de PC trouwens. Op de Xbox is die al lang uit. Dus we hadden de... Oh, wacht. Oh, wacht. Ik kan sneller rennen. Mooi. Kom ik nu pas achter. Als je spatie ingedrukt houdt, dan ren je sneller. Dat is dus met dash. Het staat er een beetje stom. Net alsof spatie een extra move is of zo. Dat je harder rent. Zo, maar... Oh, nou rent hij sneller. Kijk, nou klimt hij. Now we're talking. Hoppa. Kijk eens, dat was net mis. Oh, fucking zombie. Oh, la 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 la. Niet leef, zombie. Ga weg. Af. Staat de zombie. Die ene duurt dus dood. Om ons te redden. Is hij dood gegaan. Oh. Arme jongen. Oh, fuck. Ging nou die... Ja, dat vragen mij dus ook af. Hoe de fuck? Wat is er van jou mee? Oh, fuck. Leon, kom op Leon, gebruik je eendagse LOE cursus helikopter vliegen. Oh nee, dat heb je niet geleerd bij LOE om helikopter te vliegen. Pull up, hoe de fuck moet ik dat doen? Oh, button spam. Woe, daar ging dat maar net goed. Nog meer R? Wat moet ik nu indrukken? Helemaal niks. Wow, we hebben het overleefd. Jee, zijn eendagse LOE cursus heeft het gered. Oh oh. Meneer de piloot wordt wakker. Oh nee. Meneer de piloot die... Oh. Beter laat je hem vallen. God damn it. Oh. Oh fuck, ik ben aan het missen. Ik wist niet dat dat een quick time was. Ik was niet echt aan het opletten. Staff. Oh, dat was mis. Hoppa. Quick time, ik ben het lijf te slecht in. Doeg. Oké, doei. Oh fuck. Oh la 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 la. Heel snel. Quick time events. Hey, ik denk ik zijn event goed. En dan nog. Oh fuck, wat de fuck doet die tram hier? Het is de enige keer dat de NS op tijd is, hè? En dan krijgen we dit. Kijk wat je hebt gedaan, NS. Dat is toch niet meer normaal? Oh fuck, dat is een bendeglas. Heel netjes geparkeerd. Heel goed. Oh. Dat is niet echt een goede positie om in te zitten. Oh, fuck. Ouch. Oeh. Fuck. Er ligt een helikopter boven ons hoofd. Een heel ding boven ons hoofd, kan ik beter zeggen. En een helikopter. Daar had ik alle tijd van de wereld voor. What the fuck was dat dan? Die spatieding is dat... je kon alles doen. Maakt geen zak uit. Right. Dan gaan we dan voor de deur rennen. Run! Oh, V, doen we de deur open. Kapams! Oh, wat is dit dan? De marker van Dead Space. Something doesn't feel right. Nee, inderdaad. Waarom liggen al die lui hier dood? Waarom kan ik niet naar links? What the fuck is dit nou weer, jongen? Ik kan niet naar links. Ook niet naar rechts. We moeten hier inspringen. Oh, fuck.
I do not trust this for one bit. Hallo meneer. Alles goed? Oh. Oh fuck. Back for more. Zei toch dat het niet alleen zombies zijn. Back for more? Hè? Zou je denken? Back for more? Dit was namelijk al een stuk verder in de story. Waar we hier... hier hebben we geen muziek bij natuurlijk. Omdat ik muziek heb uitgezet in verband met copyright. Maar normaal heb je hier dus een muziekje bij. Resident Evil 6. En het punt namelijk is... Dat was een stuk waar we net hebben gespeeld. Verderop in de singleplayer story. Of in de story, laat ik zo zeggen. Dat weet ik omdat ik een paar video's heb gezien toen van Resident Evil 6. En die lui zeiden van... Hey, dit hebben we al eerder gehad, want dat is het begin van de game. En zodoende wist ik dat het dus verderop ga je exact hetzelfde nog een keer spelen. Wel iets anders qua... indeling shit. Maar nu heb je dus campaign select. Leon, die we net waren. Chris, dat is een andere gast. Jake. En Ada. En Ada Wong is normaal de singleplayer story. Ik zal even goed kijken welke story wat is. Want ik ga ook nog co-op spelen met Yves. Weet niet of we dat überhaupt gaan recorden. Maar in ieder geval de singleplayer story zit erin. Bij een van de characters. En meende dat het Ada Wong was. Dus... Dan gaan we de Ada Wong story doen. Maar dat merken jullie allemaal in de volgende part. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat even weten in de comments. En ik zie je weer in de volgende part. Dus laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.